Nu gaan we een lekker stukje vis bakken. De kabeljauw die gaan we wel eventjes heel kort door de bloem heen halen. We doen een klein beetje zout door de bloem. Dan hebben we hem dus een beetje gepaneerd. Hij heeft al wat smaak meegekregen. Goed eventjes uitkloppen. En dan gaat er een klein beetje olie in de pan op het moment dat hij op temperatuur is. Als hij gepiept heeft. Laat hem bakken aan de onderkant. Het moment dat hij aan de onderkant los is, dan kan je hem vanzelf omkeren. Prachtig gekaramelliseerd. Dan voeg ik nu een klontje boter toe. Oh, weet niet wat jij gaat eten straks. Jouw vis.